Nou, dit zijn de belangrijkste regels voor het rekenen met machten. We gaan nu kijken naar een aantal uh, andere regels. En de volgende regel is a keer b tot macht n. Dus een product van twee termen of meerdere termen tot macht n. Nou, hoe we dit uh, uitwerken is als volgt. a tot macht n keer b tot macht n. En een voorbeeld hiervan is de volgende. Uh, 3x... Tot de macht 2. Nou, we hebben hier twee termen. Dus 3 keer x. kwadraat. Dat zijn twee termen. Wat we gaan doen volgens de regel: de eerste term kwadrateren. Dus 3 kwadraat. Keer de tweede term kwadrateren. x kwadraat. En dat nog eens in het kwadraat. Dus wat we dan krijgen: 3 kwadraat is 9. En we hebben net gezien: de regel om deze te, te vereenvoudigen. x kwadraat tot macht 2. Is gelijk aan x tot de macht 2 keer 2. Dus x tot de macht 4. De tweede regel is a gedeeld door b. Tot macht n. En hier geldt wederom. Dit is gelijk aan a tot macht n. Gedeeld door b tot macht n. En een ander voorbeeld hierbij is. We nemen eigenlijk dezelfde termen. Alleen nu uh, gedeeld door elkaar. Dus 3 gedeeld door x kwadraat. Tot macht 2. En volgens de regel krijgen we 3 kwadraat gedeeld door x kwadraat tot macht 2. Nou, 3 kwadraat is gelijk aan 9. En x kwadraat tot macht 2 is gelijk aan x tot macht 2 keer 2. En dat is gelijk aan x tot macht 4. Nog een andere regel uh, is de volgende. Min a tot macht n. Nou, dit is. Uh, een uitzondering op de regel wat we net hebben gezien, a keer b. Dus a is in dit geval gelijk aan min 1. En hier is het belangrijk om twee gevallen te onderscheiden. Op het moment dat n even is, dan is dit gelijk aan a tot macht n. Op het moment dat n oneven is, is dit gelijk aan min a tot macht n. Nou, even dit illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel je voor we hebben min 2 tot macht 2. Nou, 2 is, gelijk, uh, is een even getal, dus dat betekent dat we krijgen is 2 tot macht 2 is uiteindelijk gelijk aan 4. Um, stel je voor we hebben min 2 tot macht 3. Nou, 3 is in dit geval oneven, dus wat we dan krijgen is min 1 keer 2 tot macht 3. En in dit geval is dat gelijk aan min 8.